En dit is de kopgroep. Een kopgroep van 9 oorspronkelijk. Maar daar is onder andere Samuele Battistella al uitgegaan. Het is een heel fraaie kopgroep met Jay Vine, met Santiago Buitrago. Hier achteraan hebben we Jonathan Caicedo voor EF Education. Oier Lascano is ook mee. Net als Matteo Fabro, die er gisteren ook bij was. ...76 kilometer nog in het pelotoncontrole van de ploeg van de leider van Jumbo-Visma, van Primoz Roglic. Doorkomst aan de tussensprint was dat nu even. De tussensprint die werd dus gewonnen door Jonathan Bou voor Martin Lopez en Matteo Fabro. Daar gaat Brambilla. Ja. Gianluca Brambilla. Hij is de eerste die het probeert en daar zit nog heel wat op. Buitrago in het defensief. Komt hij terug tot op het wiel van Brambilla. Ook het peloton in de straten van Prado Luengo intussen. Op iets meer dan een minuut van de kopgroep. Oeh. Man van Burgos die breed uitgaat. Heel breed. Dat was ruim enthousiast hoe hij die bocht aansneed. En Brambilla is tot de orde geroepen door Buitrago. Laatste bidons gaan overboord. Geen ballast meer. Fijn nu. Nervositeit. Dus kijken, het is natuurlijk niet echt de klim waar je grote verschillen kan maken. Hier zitten we weer bij het peloton met Attila Valter die overneemt van Domen Novak. Ook zij intussen aan de laatste hectometers bezig. Fijn op een steiler stuk. Oh, nu krijgen we nog een aantal haarspelbochten. Dadelijk rechts, dan links, weer rechts en weer naar links. Jonathan Bou gaat en de reactie van Lascano. 500 meter maar, hè. Lascano, Pierna en dan Buitrago. Daar ligt de streep. Nog enkele bochten. Ja. En die bochten gaan meespelen, hoor. Belangrijk om die in een goede positie te nemen, want als je daar te ver zit, dan heb je het schudden. Lascano in het zicht van de vaste camera's met Pierna en Buitrago. Buitrago. Vine, die zit heel ver. Ja. Ik denk dat we Vine kunnen vergeten. Gaat het tussen Lascano en Buitrago? Of komt Pierna zich ook nog moeien? Brambilla die heeft zijn kruid verschoten in het begin van deze beklimming. Wordt het de Spanjaard of de Colombiaan? De Spaanse kampioen of de man die vorig jaar ook al een rit in de Ronde van Burgos won? Buitrago schakelt verkeerd, denk ik. Ja. Probleem met zijn versnellingsapparaat. Het is Lascano die hem pakt. De Spaanse kampioen is de beste. Hij wint op de Acebal Vizcarra. Garcia Cortina die er nog een sprintje uitperst. Vlasov en Yates doen dat ook. Oei, valt er val. Ja, ik zag het gebeuren. En Roglic ontsnapt maar net. Ja, maar het was daar chaos, hè, voorin. Het zinde de mannen van Jumbo-Visma niet dat er daar nog aanvallen kwamen voor een, wat is het, net top 10 notering. Kijk, hij deed het perfect, hè. Van ver aangaan en dan is dit die laatste bocht. Kijk, en Buitrago die eerst langs rechts voorbij wil, maar dan ziet dat de bocht naar links loopt. Bedenkt zich, wil dan langs de linkerkant, maar zat eigenlijk al aan de rechterkant van het achterwiel van Lascano. En dan kwam de streep daar heel snel. Ja. Jammer voor Buitrago, maar Lascano is ermee weg.
De Spaanse kampioen op eigen wegen. Zesde profzege voor Oyer Lascano. Buitrago krijgt dezelfde tijd. Op 3 seconden is Garcia Pierna de derde. Dan Caicedo, Brambilla, López, Fabro, Bou, Vine en Ivan Garcia Cortina. De stand is onveranderd. Roglic leidt met 33 seconden voorsprong op Vlasov en 38 op Adam Yates. Dan volgen Housen, Bennett, Romo, Rubio, Garcia Pierna, Vine en López.